De wekelijkse boodschappen, het voltanken van de auto, de energierekening, de aankoop van een woning en belangrijk in Nederland binnenkort, kunnen de Sinterklaascadeaus worden gekocht. Collega's, het zijn de kwesties waar veel mensen iedere dag mee naar bed gaan en mee opstaan. Alles wordt duurder. Inflatie staat op het hoogste punt sinds decennia. Dat komt door de coronacrisis, zegt men hier, en is tijdelijk. Maar is dat wel zo? Het gratis geld klotst al jaren tegen de plinten in Brussel en Frankfurt. Maar waar komt dat geld terecht? Bij een peperdure Green Deal, een te grote bureaucratische overheid en het ondersteunen van landen die hun eigen broekriem niet kunnen ophouden. We pakken een euro, we schieten het vol met steroïden en we noemen het duurzame investeringen. Maar de mensen thuis betalen de prijs. Voorzitter, het is tijd dat de EU oog heeft voor de werkelijke noden en behoeften van de mensen die ons verkozen hebben, in plaats van vage vergezichten. Dank u.